Denk even rustig na, je weet het nog wel hoor. Ik ga een nieuwe pizza bakken. Niet te gaan zoeken. Dus ja, hij ging een nieuwe pizza bakken. Toch? Hoe kwam het met de kleurtjes? De vlag. Pizza Tony. Pizza White.
Pizza, vier kaarten. Zo. Zo. En met patat en met zelle. Mini pizza. Zonnetje. Daar nog een keer. Salami pizza. Ja, doe al of niet. JJ. Ik weet niet. Dat is veel hoor. Pizza met groente erop. Okay. Dit was mijn spreekwoord over. Dus ik zei dankjewel voor het luisteren en kijken. Ja. Dat verstond ik niet. Vind je pizza zelf ook lekker? Oké, pizza. Olivia, wie heeft pizza voor zonnen? Ja? Wie had pizza voor zonnen? Hij heeft verteld in het begin dat ze als een bordje gebruikt, hè, dat brood. Dat heeft een bord? Heb je het niet gehoord? Jawel. Vertel het nog eens over dat bord, het is juist zo leuk. Zo is de pizza ontstaan, dat mensen een stuk brood hadden, toch? Ja. Als bord. En dat is 1000 jaar. Dat is al, hè? Zo. Ik kwam je op het idee om je spreekwoord hierover te doen. Omdat ik pizza lekker vind. Lucas, hoeveel soorten pizza zijn er eigenlijk? Dat weet ik niet. Hoeveel, hè? 12. Ik vond het leuk. Meer vragen? Ik zie nog een vinger. Nog een vinger. Een vraag. Echt over de spreekwoord? Nee, een vraag. Wat je altijd al had willen weten. Dat kun je nu aan onze expert vragen. Ik weet het niet meer. Je weet het niet meer. Doe het dan. Welke vind je het vieste? Dat is eigenlijk geen vraag. Ik vind geen één vies. Ik vind het allemaal wel lekker. Ja. Ik vind niet zo. Heb je nog vragen? Ik vind het wel lekker. Oké. Maar wie wil weten waar Napoli ligt? Jeetje. Ja, moet je hem goed aanwijzen. Hou hem recht. Bij het blauwe puntje. Oké. En daar? En waarom is Napoli zo belangrijk? Daar bakken ze pizza's. Ik wil nog iets vragen over die oven. Wat is dat voor een oven? Die heb ik gezien. Die kan wel kennen. Ik weet niet wat voor oven dit is. Die heb ik gezien. Is iemand anders die weet hoe wat voor ik oven dat is? Ik heb zelf een oven. Daar kan je het heel goed zien. Die heb ik eens gezien, zo'n ja, ik ook. Ik ook. Nee, wat is dat voor een oven? Dat is geen oven. Ja, maar wat branden ze daarin? Ja, waar komt het vandaan? Ik vond hout. Ja, een houtoven, ja. Heel goed. Maar er zijn ook zelfgemaakte ovens. Ja, dat kan. Oké, goed. Zijn er dingen die je willen zeggen over de split? Ik heb JJ. Ik vond het wel heel goed, maar je praat de vorige keer wat langzaam van praten en wat harder. Oké, je hebt meteen een tip erbij. Ja, gewoon zo. Ik vond het zo super leuk als je denkt. Goed zelf. Even. Ik vind het zelf een beetje JJ dat je ook wat harder doet. Ik vond het toch wel knap. Meneertje, blijf eens af. Ik vond het leuk toen je zei, hallo dames en meneer. Ja, dat was heel net. Kijk, grappig. Ja, zo. Hallo dames, Jimmy. Ik heb heel veel geleerd. En nu is het denk aan pizza's. Je krijgt er honger van. Ja, ja. Pizza's. Pizza's.
wacht even met praten. Zuur lekker. Ja. Zeg het maar. Ik vond het heel goed bij het begin, maar je ging een beetje te snel en misschien kan je een beetje slower en harder praten. Oké, okay, nou dat weet je nu weer. Goed, ik wil nog een daverend applaus. Oh ja, en ook hier olijfolie. En olijfolie. Heel goed. En tomaatolie.